Is die hier? Ja, daar is die! Daar is die! Hij verstopt zich gelijk. Wat een bangerik, joh. Nintendo fans, super dof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En we gaan weer verder met Luigi's Mansion 3, waar we zojuist Guigi hebben gekregen. Dat is een simpel, ja, een soort van vloeibaar goedje. En die mogen we nu gaan uittesten hier bij Le Professeur, onze Guigi. Oh snap. Oh snap. Waarom heb jij mij opgesloten? Is dit al een trap? Is dit een val? Meen je dit serieus? Ik heb je gevangen, Luigi. Oh, maar ik maak maar een grapje. Maar je moet wel opgesloten blijven. Waarom? Omdat je Guigi moet gebruiken om je cel uit te komen. Je kan Guigi activeren met R. En je kan hem terugdoen in zijn denk ook met R. Oké, okay. Guigi! Yo! Mijn rare, glibberige... vriend? Dit is mijn personal assistant, Guigi. Guigi kan door nauwe ruimtes, zoals ventilatoren en zo. Zijn lichaam is zacht en kneedbaar. Het is echt geweldig. Ga hem zelf maar even proberen. Oké, ontsnap. Oh snap, wat een baas. Wat een baas. En kan die voor de rest gewoon hetzelfde? Oh, doei Guigi. Oh, Guigi is niet waterproof. Als die nat wordt, dan verdwijnt hij. Oh, nog een keer proberen. Hij mag dus niet nat worden. Yo, Guigi. Om het waterplasje heen dan. Hier naartoe. Ja, en dan kan hij denk gewoon hetzelfde als wat Luigi kan, toch? Kijk. Hoppa. Ja. Hou dit vast, Guigi. Hou dit vast. Heel goed. En zo zijn we ontsnapt. Goed gedaan, Luigi. Nou, top. Dankjewel. Dit vind ik wel een leuke uitvinding, meneertje. Goed gedaan, Luigi. Ik wil je iets vertellen. Ik heb mijn sensoren laten werken. En er is iets vreemds gaande hier in dit mysterieuze gebouw. No shit, Sherlock. Man. Als je al je vrienden wil gaan vinden, dan moet je dit allemaal doorbreken. Dan moet je helemaal omhoog die toren in. En er zijn 10.000 spookies. Er is ook een multiplayer mode. Dat heet de Scarescraper mode. En er is een Scream Park. Als je alleen bent en je wil gewoon even wat lol maken, dan moet je even daar naartoe. Er kunnen 8 mensen in. Die kunnen met elkaar strijden. Oh, en we kunnen een nieuwe vloer krijgen nu. Ja, we moeten naar de derde etage. Oh, snap, de derde etage. Daar zijn we dan. En dit zijn de hotelwinkels, de hotelshops. Hij doet even een classic scream momentje. Go, Luigi. Oké, kunnen we hier shoppen? Kunnen we Peach hier vinden? Vrouwen houden toch meestal zo erg van shoppen. Is Peach hier ergens? Peach! Peach, where are you? Oké, het vrouwentoilet is niet begaanbaar. Nou, daar houden we dan ons maar aan. Maar het mannentoilet gelukkig wel. Toilet. Het mannentoilet wel. Oh, maar kijk. Kijk, ik zie daar een ventilator, denk ik. Niet helemaal een ventilator. Ik moet eerst even het roostertje eraf halen. En ik denk... Kijk, Guigi is natuurlijk niet mannelijk en niet vrouwelijk, want het is gewoon slijm. Die kan gewoon even zo naar het vrouwelijke... Probleem is dat hij water... Hij is dus kapot. Het toilet overstroomt. Hoe gaan we dit nou weer doen dan? Dit is een probleem voor Luigi. Kan Luigi dat dan misschien hier in deze kamer fixen? Kunnen wij hier iets doen om Guigi te helpen? Oh, snap. Een nep spooky. Wat is hier voor goudkleurigs? Oh, het is sleutel. Nice. De sleutel van deze etage, denk ik. Ik weet niet precies. Ja, die zullen we vast wel nodig gaan hebben. Maar wacht even, want ik zie hier trouwens ook gewoon zo'n rooster. Guigi, kom eens terug. En dan, als ik Guigi nou eens hier neerzet, op dit rooster, hij valt er niet doorheen. Oh, wacht even. Moet ik dit rooster maken met de X-knop? Ja, kijk. Oh, rustig. Je moet wel naar beneden blijven richten. Kijk. Zo doen we dat. Dan moeten we even die bolletjes opzuigen. En dan kan Guigi gewoon eventjes hier doorheen. Ja. Pas op voor de spinnen. Echt ook dit classic pijpje van Mario is geweldig. Oh, kijk. Ik snap hem al. Hier kunnen we dus eventjes aan dit ding draaien. Oh, pas op Guigi. Er zat nog eens een spinnetje verstopt. Kijk, deze kunnen we dus dan zo bewegen. En dan gaat waarschijnlijk hebben we straks het probleem niet meer van de verstopte toilet. Kijk. Nice. Oké, moeten we even terug naar Luigi. Moeten we hem even opnieuw oproepen. Dan kan Luigi weer even chillen. En dan kunnen we hier doorheen. Ja. Lekker gedaan, Luigi. Nou ja, Guigi dan vooral. Nice. De eerste gem van deze etage hebben we te pakken. En dan gaan we terug naar Luigi. Zo, ik ben wel weer klaar met ons toilettenavontuur. En ik ga even bellen.
Naar niemand blijkbaar. Ik ga even kijken waar we naartoe moeten. We hebben in ieder geval nu een sleutel te pakken. Ben benieuwd waar we nu naartoe kunnen met die sleutel. Kunnen we dan hierin? Is de sleutel hiervoor? Voor deze deur? Ik denk het wel. Ja. Ja, ja. Lekker. Deurtje open. En... en we gaan lekker shoppen, jongens. Oké, wat is hier gaande? Luigi is weer bang. Oh, het is een soort van... conciërge-achtige politie... spook of zo? Die heeft de sleutels en de liftknop. De volgende liftknop van de tweede etage. Ja, die moeten we dus ook pakken. Oké, maar hij is er ook niet helemaal gerust op. Het lijkt ook een beetje een bang spookje, hoor. Waar ga je helemaal naartoe, joh? Wat ga je doen? Chill. Hij zit ook echt te bibberen. Oké. Nou, dat viel mee. Ben je nu weer een baas? Oké. Oh, daar ligt een sleutel die we moeten pakken. Alright. Laten we die sleutel eerst maar eens even gaan pakken. Dat was hierboven, dan naar rechts en dan de gang door. Hier naartoe. Ja, en dan als het goed is moet hier ergens die sleutel liggen. Ja, kijk, sleuteltje met een ruit erop. Dit is een slot met een ster. Ja, dit gaat waarschijnlijk niet passen. Nee, dit gaat inderdaad niet passen. Oké, dus we moeten nu zorgen dat we de ruimte vinden waar deze sleutel in past. Ja. Heb je hem door, Luigi? Oké. Even hier monies uithalen. Geef meer monies. Geef meer monies aan mij. Ja, dankjewel voor je goudstaap. Heb je nog meer? Oh, je hebt een rat. Oh, het is een meerrat. Oh, wauw. Heb je nog meer ratten? Een gem. Kijk. Kijk, de aanhouder wint, jongens. Als je maar volhoudt, hè, dan krijg je vanzelf je beloning waar je op wacht. Ja, nu is het wel echt op. Oké, wat is hier? Oh, hier is de eindbaas. Met de liftknop. Gelukkig kijkt hij niet op de camera's achter hem, want dan kon hij ons zien. Nou, tot straks, hè. Ik denk dat ik je straks wel ga ontmoeten. Oké. Kijk, dit is als een kaartspel. Hier zie je de schoppen. En de schoppen, dat matcht ook niet. We moeten de ruimte hebben waar de ruit is. Is dit... Ja, dit is de ruimte waar de ruit is. We moeten hier naartoe. Heel goed. Ja, heel goed, Luigi. Let's go. Oh, ja. Igat gaat zich er ook nog even mee bemoeien. Die zegt, ja, je moet Luigi gebruiken, want die kan door al die plekjes heen. Hier ligt een afgekloven donut. Dat is zeker ook van die politie. Let's go, Luigi. Oh, je kan met sleutel en al door dit heen? Ah, kijk, toppie. Ik denk dat ik wel, ik zou hier even alles kunnen slopen. Want ik zie daar, tenslotte, zie ik wel even een gem. Die wil ik eigenlijk wel hebben. Kan dat met mijn zuignap? Nee. Met mijn lichtje? Nee. Misschien moet ik dan toch eerst even gewoon het sleuteltje hierin doen. Want dit is de juiste sleutel. Ja, lekker, Luigi. En we krijgen de volgende sleutel. Een hartensleutel. En we krijgen een spooky. Luigi is niet onder de indruk. Nee. Kom op nou. Laat gewoon nou even die sleutel met rust. Kan ik hem hier tegen die ramen aansmekken? Ja, heel goed. Lekker. Nice. Kan ik straks die jam pakken namelijk. Top. Pak hem. Kan ik hier dit ook? Oh, wacht even. Kan ik dit ook kapot maken? Ja. Hoppa. Hier nog één. Dit ook slopen. Kijk, we slopen heel die sieradenwinkel hier, jongen. We hebben alles kapot gemaakt. Oh, man. Nou, het was in ieder geval niet Luigi. Het was Luigi. Luigi is de schuldige. Luigi heeft niks gedaan. Sleuteltje nummer 2. Oké, dan moeten we nu naar de ruimte met de harten. Kunnen we trouwens hier naartoe? Kan ik dit zo doen? Nee. Moet ik het lampje langer laten opladen? En dan boom? Nee, oké. Luigi, ben je ready, vriend? We moeten de ruimte met de harten op gaan zoeken. Die is hier aan de rechterkant. Go. Dit is de kledingwinkel. Doen de sleutel in een slot in de kassa. Krijgen we waarschijnlijk weer te maken met nieuwe spookies. Ja, en een sleutel. Thank you. Of niet thank you. Oh, je gaat je hier verstoppen? Je gaat je hier tussen de kleding verstoppen? Hoe ga ik dit doen? Ga ik dit zo doen? Of ga ik eventjes hier aan dit koordje trekken? Is dit de oplossing? Ik moet hier doorheen, hè? Ja. Nice. Oh, waar ga je helemaal naartoe, Luigi? Holy crap. Oh, nee, die hebben hier alleen even geld gepakt. Oké, dit is niet de oplossing. Moet ik deze paspoppen van hun kleding ontdoen? Er vliegt nu wel even een leuk vleermuis hier. Ik denk toch echt dat ik al deze kleding misschien toch wel op moet zuigen. Ik zie hier een lampje. Moet ik hier met het lampje werken? Is dit de oplossing? Ja, kijk, dit is de oplossing. Oh, snap. Kijk hoeveel geld. Hoeveel geld is dit? Dit is niet normaal. Oh, hij gaat even zijn homies roepen.
Kijk hem dan. Kijk al die freaking spookies. Hoeveel spookies zijn dit? Maar het zijn wel kleine spookies. Die zijn op zich wel easy te verslaan. Hoppa. Komt ie maar. Ja, ja. Oké, dit was het al. Ik wil wel even sowieso al deze muntjes hebben. Lekker hoor. Dit is gewoon gratis. Allemaal gratis geldjes. Kan ik dit nog even allemaal opzagen? Kan ik hier nog doorheen? Nee, dit was het voor deze kamer. Heel goed gedaan, Luigi. We hebben nu de sleutel met de ruit. Dan moeten we weer terug naar boven, naar de eerste ruimte. Luigi staat hier nog lekker te chillen. Die is even aan het uitrusten. En ja, dan moeten we de sleutel in dat slot doen. Althans, dat was het plan. But something is happening. Oh, we moeten hem waarschijnlijk weer tevoren toveren. Dat is denk ik niet heel lastig. En dan deze bolletjes opzuigen. Ja. Oké. Oh, yeah. Top. Trouwens, wel grappig vind. Aan de rechterkant in deze ruimte zag je gewoon spookies, hè? Ze verkochten hier gewoon van die spookies. Dit was altijd al een haunted mansion. Kijk, deze spookies die verkochten ze hier gewoon als souvenirtjes. En trouwens, Piranha Plants, dat is ook vet. Maar ze wisten dus altijd al dat dit een bespookt, behekst hotel was. Oh, oké. Ja, dit was inderdaad iets te makkelijk. Ik dacht dat ik gewoon die sleutel kon pakken en weg. Nee, ze hebben een bril. Hallo? Kan ik... Auw. Moet ik mijn zuignap op jouw bril gooien? Moet ik jou eerst even... Moet ik jou eerst revealen dan? Hoe gaan we dit doen? Oh, ik heb hem nu blijkbaar... Ja, ik moet die bril opzuigen. Oké. Ja, bril opzuigen. Pak hem. Hoppa. En smack hem overal tegenaan. Sloop die hele winkel. Luigi, man. Oh. Kleine spookies. Hoppakee, groot spooky. Pak het grote spooky. Wat heb ik? Ik heb iets anders. Ook als een bril te pakken. Ik word weer gesloopt door kleine spookies, jongen. Freaking kleine spookies. Nog één groot spooky. 1, 2, 3 en 4. Hatsenflats. Lekker. Goed gedaan, Luigi. Zo doe je dat. Ik kan hier naar links, trouwens. Waar kom ik dan nu terecht? Kom ik dan bij die kassa terecht straks? Kom ik in ieder geval bij de koelkast terecht. Oh, en we hebben hier een goudspookie. Die gaat sowieso heel veel goud opleveren als we hem weten te vangen. Kom op. Smack. Smackaroni. Waar is die? Nog een keer. Ja, pak hem. Die gouden spookjes, die moet je altijd pakken. Sowieso, alles wat goud is, die moet je even vangen. Daar krijg je super veel goud van. Nog één keer, denk ik. Waar is die? Daar is die. Pak hem. Hoppa. Nice. Kijk maar. Hoppakee. Money. Allemaal goudstaven. We hebben al meer dan 5000 geldjes. Oké. De lift leeft. Volgens mij heeft de conciërge ons door. Even kijken hoor. Wat zou hier zijn? Is hier iets? Wat is hier? Ja. Hè? Waar gaan we naartoe? Ja, we gaan hier vast niet voor niks naartoe. Maar wat is hier dan? Oh, we kunnen nog door. Oh, kijk naar deze kist. Hier zit sowieso een gem in. Dat moet toch wel? Nee? Ja, wel. Nice. Dat is al de vierde van deze etage. Moeten er nog twee? Ik ben benieuwd of we die laatste twee ook nog gaan vinden. En... Oh nee, dat gaat natuurlijk helemaal niet goed. En dan moeten we nu even met Luigi naar de laatste ruimte volgens mij alweer. Waar de klaver is. En dat was links onderin. Dat was hier namelijk. Volgens mij kunnen... Nee, we kunnen hier niet zomaar doorheen. Ik zie... Wat is dit? Oh, wacht even, kijk. Moeten we dit samen doen, denk ik? Luigi kan zo lekker blijven blazen. Dan kan ik nu Luigi selecteren. Dan kan ik met Luigi ook naar beneden. Dan wil ik eigenlijk eerst even kijken of ik hier geen geschatten of zo kan vinden. Of hier niet nog een gem of zo verstopt zit. Nee, volgens mij niet. Oké, laten we daar naartoe gaan. Gaan we deze deur proberen open te maken? Volgens mij zijn we goed op weg. Volgens mij moet dat op deze manier, inderdaad. Go. Ja, kijk, we draaien de schaar. En als de schaar gedraaid is, ja, dan gaat die soort van half open. En dan kan Luigi naar binnen stappen. Nice. Oké, ik zie hier schaartjes op de grond. Moet ik iets revealen? Ik moet daar wel iets revealen. Wat is het? Wat heb ik nou gereveeld? Deze lades of zo. Oh ja, voor monies. Ik zie hier een zwarte plek hier op de... Ja, op de toonbank. Kijk, dat zal de oplossing zijn. Hoppa. Hier is inderdaad de kassa. De kassa die we nodig hebben om de sleutel in te doen. Want dat moesten we in elke ruimte doen. Hoppakeetje. Lekker. En wat krijgen we hier dan? Oh, de master key. Ja, met de ster erop inderdaad. En daarmee kunnen we naar de laatste ruimte strakjes. Daarmee kunnen we naar de conciërge. Is dit het enige wat we hier hoeven te doen? We hoeven geen spookjes te verslaan? Oké. Prima. Oh, snap. Oh, nee. Hij laat het regenen. De bastard. Laat me Luigi nou met rust, joh. Jongen.
Nou, dan ga ik dat gewoon met Luigi doen. Oh, snap. Alles gaat kapot. De roltrappen zijn kapot. Rennen, Luigi. Luigi bedoel ik. Dit is helemaal fout. Dit is foute boel. Ren. Ren. Nee, ren. Ren sneller. Oké, dit is een probleem. En nu? Waar? Wat is dit voor een mega spook? Met je blokhoofd? Holy moly. Oké, kom dan. Kom maar. Ik pak je. Ik sta al klaar met mijn zaklamp. Hier, zaklamp in je oog, jongen. Kom dan. Hallo? Wacht, hij bestaat je. Moet ik hem... Oh, wat doet hij? Kom eens. Ja, zie je? Ik moet hem aan zijn staart pakken. Je ziet er zo stoer uit en dan heb je een staartje waar ik je aan moet pakken. Lekker hoor. Lekker. Oké, dit gaat goed. Waar ben je? Where you at, man? Grote gast, daar ben je. Kom dan. Staartje. Ja. Nice. Smacker! Boom! Oh, volgens mij kan ik nu weer omhoog met de roltrap. Ja, de roltrap doet weer normaal. Oh, de professor wil ook weer wat zeggen, hoor. Zo, dat was een agressief spookje, hè? Ik ben zeer verrast dat je hem hebt weten te vangen. Hij zal me heel erg gaan helpen bij mijn onderzoek. Keep up the good work. Haha! Maar wacht even, ik zie daar nog steeds die scharen. Luigi, kom eens. Die scharen, volgens mij zijn dat of gouden spookjes of gems. Hoe haal ik die spookjes hier tevoorschijn dan? Nou, laat maar zitten. Ik heb toch niet echt een ideetje. We gaan hier naar boven, hier naar rechts. En dan kunnen we hier door deze deur. En hierachter zit volgens mij de conciërge. Let's go, Luigi. Ga je volgende spook maar vangen. Is die hier? Ja, daar is die! Daar is die! Hij verstopt zich gelijk. Wat een bangerik, joh. Hij doet zijn zonnebril op. Dat hebben we net ook gezien bij die andere spookies. Wat doet die? Wat is dit voor een gast, joh? Wat een waardeloos spookie. Oh, wat ben je van plan, vriend? Oh, waterpistool. Ja, daar gaat Luigi last van krijgen. Ja, ik denk toch wel dat dit met Luigi moet. Luigi moet hier wel even doorheen, denk ik. Kan ik hem stunnen? Kan ik hem... Ren. Pas op voor het water. Kan ik deze wegtrekken? En kan ik dan bijvoorbeeld daar ook bij met Luigi? Nee, helaas. Kijk hem nou chillen daarachter, joh. Kijk hem nou stoer doen. Oké, ik wil hem dus schieten met deze, maar dat lukt niet, want die vangt hij dus op. Oh, wacht. Ik moet natuurlijk zijn zonnebril gewoon eraf zuigen met mijn stofzuiger. Go. Of eerst bouncen. Auw. Jongen, kom eens hier. Kom hier met je bril. Ja, dank u. Oh nee, maar dit gaat gelijk fout. Heeft hij zijn bril weer gelijk terug? Heeft hij weer een nieuwe bril of kan ik gewoon door? Nee, ik kan gewoon door. Pak hem! Lekker Luigi! Baas die je er bent. Hoppa! Waar is die nu? Kom je nog terug? Ja, daar. Auw! Hij laat me niet... hij vindt het niet chill als ik dingen op hem ga gooien. Ja. Lekker. En de straaltjes ontweken. Nice. Smekken op de floor. Bam. Hij is bijna kapot. Hij heeft nog 29 HP'tjes. We zijn er bijna. We gaan hem bijna finishen. Kom maar op met die bril. Oh nee, je gaat eerst rollen. Kom maar met je bril. Kom maar. Ja, top. Stunnen. En... Oh. Waar ga je naartoe? Waar is die? Hij kwam los. De bastard. Oh, hij heeft nu ook iets op zijn neus gezet. Het is een andere bril. Van Mr. Potato Head of zo. Nice. Pak hem. Dat is hem. Dat was hem. De conciërge zit in de stofzuiger van Luigi. Ja, als die past tenminste. Hij past. Lekker. Hoppakee. En daar is de liftknop voor de volgende etage. Nice. GG, Luigi. Goed gedaan, man. Liftknoppie. Ik ga echt stuk om Luigi. Luigi staat ondertussen te slapen. Wordt weer wakker. I did it. Very good, Luigi. Maar het was eigenlijk Luigi die dit gedaan heeft. Hoppakee. En Luigi heeft de liftknop. En we kunnen dan door naar de volgende etage. En zo hebben we de hele derde etage gewoon kunnen fixen in één video. Dat zou leuk zijn als dat voor ieder video gaat lukken. Maar ik denk dat sommige etages toch wel iets meer werk gaan zijn dan dit. Luigi staat in de lift. En voor de volgende aflevering gaan we door naar de volgende etage. Doe zeker weer even dat blauwe duimpje omhoog, hè, als je dat wil blijven zien. Want ik ben benieuwd, willen jullie Luigi's Mansion blijven zien op dit kanaal? Laat het even weten in de reacties. Abonneer op mijn kanaal voor meer Luigi's Mansion. En...
En natuurlijk Pokémon Sword en Shield op dit kanaal. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/rickettune. Dan zie ik je daar of hier als je geabonneerd bent. In ieder geval, tot de volgende keer. Mazzel!